Ken jij de sterrenbeelden? Sterrenbeelden? Je hebt nooit van sterrenbeelden gehoord? Nee. Nou, dan zal ik je die eerst eens leren. Hier boven ons hoofd staat W van Cassiopeia. En daarnaast zie je Andromeda. En daar, al die sterretjes bij elkaar, dat zijn de Pleiaden. En door en door. Dat is me nou toch ook wat. Wordt daar onze eigenste Arend Vroombout zomaar doodgeschoten in jullie pakhuis? Met één kogel. Wie kan dat nou toch gedaan hebben? Een man met een vaste hand. Dat is zeker. Maar waarom? Zeg me nou eens. Heb je er echt geen idee van wie dat geweest kan zijn? Nee, ik heb hem maar even gezien. Hij had een hoed op en een donkere sjaal voor zijn mond. Was hij groot? Was hij klein? Ik heb hem maar even gezien. Ik weet het niet. Ach, kom nou toch. Je hebt toch wel enig idee? Hij was groter dan de kast waar hij naast stond. Ha, daar hebben we wat aan. Kat in bakkie. Meet ik straks die kast even op? Was hij veel groter? Ik kan maar niet begrijpen dat niemand bij jullie hem naar binnen heeft zien stekkeren. Er stonden daar toch al aardig wat mensen. Ze keken allemaal naar Everaerts. We hebben een lijstje van zo'n beetje alle mensen die daar stonden te luisteren. We hebben ze allemaal stuk voor stuk de biecht afgenomen. En niemand heeft iets gezien. Ik begrijp er niets van. En wat ik ook niet begrijp is waarom zo'n schutter Vroombout bij zo'n evangelisatiecampagne neerlegt. Wie pleegt er nou een moord met zoveel getuigen vlakbij? 10-1 rennen, de mensen na de knal het pakhuis in. En waar moet je dan als moordenaar heen? Misschien hebben die mensen de knal niet gehoord of er niet op gelet. Overal knalden rotjes en ze zongen en ik speelde nogal hard piano. Misschien... Kan ik niet geloven. Zelfs de knal van een damesrevolver klinkt als een donderslag. Of zou die schutter een geluid dempen? Ah, wel nee. Het is hier geen wildwest. Nee, dat kan niet. Er moet een potige knal geweest zijn. Ja, ze kunnen buiten natuurlijk gedacht hebben dat er een rotje... Maar schrok jij niet? Nee, ik schrok niet. Ik speelde gewoon door. Ik dacht eerst dat mijn vader een papieren zakstuk sloeg die hij had opgeblazen. Dat doet hij altijd op zaterdag. Wat? Waarom doet hij dat? Om mij aan het schrikken te maken. Dat vindt hij een heel leuk lolletje, zegt hij altijd. Nou, moe. Je dacht eerst dat je vader... En wat dacht je daarna dan? Dat een of ander gassie een rotje bij ons naar binnen had gegooid. Een rot rotje dat niet zo hard knalde. De knal van een gewoon rotje klinkt harder dan die knal bij ons in het pakhuis. Nou moe, zo komen we niet veel verder. Laten we maar eens teruggaan. Jochie, ik kan zo moeilijk geloven dat Vroombout is neergeknald door de een of andere vent van buitenaf. Het moet iemand van hier zijn geweest. Iemand die eventjes een grote hoed heeft opgezet en een sjaal heeft omgedaan. Om zijn vieze levatie zoveel mogelijk uit het zicht te houden. Maar Vroombout herkende hem. Ik hoorde hem zeggen, wat doet u hier? En dat zeg je nou pas? Zie je nou wel? Het was iemand die we natuurlijk allemaal... met naam en toenaam kennen. Maar wat gek, u, wat doet u hier? Tegen wie kan Arend nou u gezegd hebben? Die zegt alleen u tegen mijn persoontje en tegen de burgemeester en tegen de koningin. Het is van rempel om horen dol van te worden. Weet je echt zeker dat Arend zei, wat doet u hier?
Ja. Jochie, nou eens heel wat anders. Heb jij wel eens kleingeld aangenomen? Nee. Laat ik het anders zeggen. Heeft Arend jou wel eens een paar grijpstuivers aangeboden als hij in je broek mocht kijken? Ja, hebbes. Maar nou zijn we een stuk verder. Nou begint er flink tekening in te komen. Zo, dus jij ook. Wie had dat nou ooit van onze bloedeigen Arend kunnen denken? Enfin, je bent de enige niet. Hij heeft alles bij elkaar een aardig pasmuntje uitgedeeld aan een hele straal gastjes hier. Heb jij ook van andere mannen grijpstuivers aangeboden gekregen?